kijkt naar deze nieuwe video. Allereerst wil ik jullie natuurlijk een heel erg fijn, gezond en gelukkig 2023 wensen. Ik hoop dat jullie een hele leuke jaarwisseling hebben gehad. Een mooie jaarwisseling en fijne feestdagen. Het is tijd. Ik ben er trouwens best wel op tijd bij. 2 januari. 11 uur. Ik ga mijn kerstspullen opruimen. Normaal wacht ik daar altijd best wel lang mee. Ben ik eind januari of zo, dat ik denk, nou, ik vind het tijd om het op te ruimen. Maar nee, vandaag denk ik, ja weet je, ik ben gewoon toe aan voorjaar. Even weer wat planten in mijn kamer. Het mag van mij wel weg. Vandaag heb ik dan ook een clean with me voor jullie. Ik ga mijn hele kamer opruimen, schoonmaken. Even een reset doen voor het nieuwe jaar. Zodat we fris en fruitig het nieuwe jaar in kunnen gaan. Ik vind echt lekker cliché, maar een opgeruimde kamer is een opgeruimd hoofd. Ik moet zeggen, ik heb nu ook niks opgeruimd of zo voor deze video. Ik heb het gewoon lekker echt gehouden. Maar mijn kamer is eigenlijk altijd wel opgeruimd. Ik kan echt niet tegen een bende. Dus ja, we gaan het allemaal even schoonmaken, opruimen, wegstoppen. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik zou zeggen, trek je comfy kleding aan en doe gezellig mee. Het is tijd om je kamer even op te ruimen en klaar te maken. Ik zal even een before shot maken van hoe het er nu allemaal uitziet. Dan kan ik ook gelijk laten zien wat weggaat. Of nou ja, opgeborgen wordt. Ik heb allemaal van die hele grote plastic dozen waar ik alles in ga doen. Maar er is echt aardig wat, want ik hou van kerst. Dus overal moet er wat van kerst staan in mijn kamer. Allereerst natuurlijk de kerstboom. Die moet ik opbergen. De ballen en zo ook allemaal. Ik heb hier een adventkalender gekregen met kerst. Maar dit vind ik dus leuk om in januari gewoon nog lekker open te maken. Want heel eerlijk, januari, februari, maart, ik vind het zo depressief. Om even januari door te komen. Dat is trouwens ook echt een tip. Nu zijn natuurlijk al die adventkalenders in de sale. Dus ik zou zeggen, maak je januari gewoon net iets leuker door een adventkalender voor januari of februari te halen. Goed, verder heb ik hier huisjes. Die kan ik natuurlijk laten staan, maar ik kies ervoor om ze toch op te bergen. Want dit is wel tijdloos, maar nee, ik ga het weghalen. Ik heb hier nog wat dingen. Even kijken. Hier de guirlanden. Dit kerstboompje heb ik. Ik heb hier wat dingen. Kerstservies van HK Living. Een kerstkaars. Deze rendier. Nou, en hier nog wat ongein. Ik heb hier een kerstboom. Hier. Kerst. 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 En nog meer kerst. Oh, en deze gaat weg. Dit is mijn kerstdeken. Gewoon lekker fluffy. Dus het wordt tijd om de opbergpakken, erbij te pakken. En alles lekker op te bergen. Zin in. Even een frisse start. Jeetje. Oké, het was echt mega zwaar. Maar ik heb hier de doos voor de kerstboom. En ik heb dus verschillende opbergdozen waar ik altijd mijn seizoensdingen in doe. I know, het is echt erg. Ik heb hier lente. Nou ja, het is natuurlijk nog geen lente. Maar ik kan hier wellicht nog wel wat uithalen om straks een beetje mee te decoreren. Hier past nog wel het een en ander in. Qua kerstballen ook heb ik eigenlijk ook nog wel wat over. Maar die wil ik wel houden. En dan deze zit eigenlijk echt bomvol. Ook nog heel veel van mijn 21 dinner. Deze heb ik nodig voor de huisjes. Dan kan ik die mooi hier weer in opbergen. Ik heb ze dus van dit merk. Design Stories. En ik heb ze gewoon gekocht bij Van Alice in Rijzen. Echt een mega leuke winkel. Nou ja, hier moet het allemaal in gaan passen. Hoe ga ik dit doen? Ik denk dat het slim is om gewoon te beginnen met alle decoratie. Leg ik daar op de grond neer. En dan om de kerstboom af te tuigen. Dus laten we beginnen. Nou, dit is een beetje een overview wat er uit mijn kamer komt. Ik heb mega veel ook van de kringloop eigenlijk. Deze, die. En dan voor de rest deze van de Intratuin. Die grenzen, weet ik niet meer. Intratuin. Marquise. Deze komen volgens mij van de Zeeman.
Oh, en deze kan ik bijvoorbeeld ook wel weer nu gewoon neerzetten. Want dit is natuurlijk wel tijdloos. Ik vind deze echt heel erg gaaf. Deze is van de Brokante in Ommen. Nou ja, goed. Dus dit kan allemaal opgeruimd worden. Ik heb hier van H&M Home een kussensloop. Nou, die hoeft ook niet meer. Dit is allemaal kerst. En dan heb ik hier nog kerstboeken. Deze heb ik van Amazon. Ik heb hier diverse kerstboeken. En die heb ik van de Kringloop. Dus dit kan allemaal in die bakken. Maar ik moet natuurlijk daar ook nog de ballen allemaal in doen. Dus dat wordt nog wel, ja, proppen. Dat wordt krap. Even kijken, want hierin. Oh, deze is ook zo gaaf. Een kerstkookboek. Deze is van de Kringloop ook. Kijk, hier kan wat ballen in. Hier ook. Hier. Dit allemaal. Ja, hierin zit een piek. Dit zijn overige ballen. Dit kan daarin. Hier zitten ballen in. Ja, en deze heb ik eigenlijk niet gebruikt. Dus ik denk dat ik deze ga doneren bij de Kringloop. Oké, ik ga nu gewoon heel voorzichtig alles een beetje in deze bak doen. Qua kerstballen en zo. Eigenlijk heb ik al mijn ballen van de Action. Ik heb er wat tussen zitten van de Hema. Zoals bijvoorbeeld dit huisje. En ook nog wat van de Intratuin. Maar ja, ik ben heel blij mee. Deze boom komt trouwens ook van de Intratuin. Leeg. Dus ik ga nu de lampjes uithalen. En alle ballen zitten nu hierin. Ik heb hier nog wat losse ornamenten. Die ga ik er ook nu in doen. En nou, hier word je toch vrolijk van. In 3, 2, 1. Nou, kerstboom is weg. Ging het maar zo snel. Wat ik altijd wel doe, is alles gewoon netjes oprollen. Zoals dit. Dan zit het volgend jaar niet in een knoop. Dan zit ik daar niet mee te prutsen. Ja, en nu alleen nog deze twee opruimen. Dit is trouwens ook een tip. Ik heb deze dan van de Intratuin. Maar kijk even tijdens kerst de periode bij de Kringloop. Deze vind je echt vet goedkoop bij de Kringloop. Vaak nog helemaal nieuw, dus check dat zeker uit voor volgend jaar. Of nou ja, dit jaar. En de kerstboom zit in de doos. Ik heb de girlanden hier ook bij ingedaan. En nu kan deze opgeborgen worden. Ik had het niet verwacht, maar het past echt perfect. En ik heb het ook echt wel veilig ingepakt, denk ik. Deze kan naar mijn kaarsenkast. Even kijken, daaruit kan ik dan weer een nieuwe pakken. Dit is herfst. Ik ga voor deze. Dit is op zich wel een winterse geur. Nou, dit mag ik straks ook alweer gaan decoreren. Goed, dan heb ik hier dus een box met lente. Maar het is niet per se lente, maar gewoon eigenlijk dingen waar ik nu gewoon mee kan decoreren. Even kijken, hier zitten allemaal kaarsenhouders in, vazen, droogbloemen. Nog meer van die kaarsenhouders en vaasjes en dingetjes. Dus hier ga ik even door kijken en dan ga ik alles even in mijn kamer opnieuw een plekje geven.
Maar goed, voor ik dat ga doen, is het natuurlijk handig om eerst alles schoon te maken, stofzuigen en dan pas decoreren. Want nu is het nog aardig leeg, dus dan kun je beter natuurlijk even schoonmaken. Schoongemaakt. Nu is het tijd om natuurlijk nog even de grond te doen. Dus ik ga even stofzuigen. Maar voor ik dat ga doen, moet ik even hierachter duiken. Want hier pleur ik wel eens dingen neer. En dan wil ik even kijken wat daar nou precies allemaal tussen zit. Want wellicht dat ik daarvan wat weg kan doen. Even kijken. Ik zie hier een laptoptas. Nou, die heb ik zelf ontworpen. Vind ik wel leuk. Ik heb hier nog een laptoptas. Maar die gebruik ik eigenlijk niet. Dus die of een laptoptas, een hoes, whatever. Deze ga ik doneren bij de kringloop. Ik heb hier van Burga voor mijn laptop. Ik heb net een nieuwe erom, dus deze hou ik wel. Ja, een hoes voor mijn, hoe noem je dat? Die. Standaard ding. Ik kom even niet op. Die kan dan wel weg. Even kijken, laptop ding, handig. Textielverfrisser, ook chill. Twee laptopladers. Mijn geurwolkje, die ga ik weer neerzetten. Dat vind ik echt heerlijk. Nog een statief. Dat is de bewoording, de naam. Gaat lekker. De doos voor mijn Instax Play. Nou, het zit helemaal onder de stof. Maar dit wil ik wel gewoon bewaren, omdat dit knetterduur is. De hoes voor mijn camera. Dit ding, geen idee, dit kan weg. Het is van mijn yogamat. Maar dat doe ik er toch nooit meer omheen. Hier is mijn yogamat en die bewaar ik ook. Dus nou, nu kan ik het hierachter even stofzuigen en dan kan ik alles daar weer rustig neerzetten. Dat is een soort van mijn rommelplekje wat je niet ziet. Ondertussen even een waifu'tje gepakt, want ik heb helemaal trek. Maar ik wil even door, want dan heb ik het gewoon klaar en kan ik daarna even lekker eten. Dus dan is dit echt top. Dit is trouwens vanille. Kijk wat ik hieruit ga halen en wat ik dus ga gebruiken. Deze is ook leuk. Ik denk dat ik die wel ergens wil neerzetten. Oké, eigenlijk heb ik echt veel te veel kaarsjes en dingetjes. Ik vind het zo mooi. Ik heb bijvoorbeeld deze ook gekregen dit jaar voor kerst. Dus met zo'n textuurtje. Echt prachtig van H&M Home. En die zit dus in een set met nog zo'n een. En deze. En dit is echt marmer. Mijn mokken mogen er trouwens ook weer bij. Mijn lente mokken. Nou ja, ik moet even kijken wat ik hiervan ga pakken. Want natuurlijk kan ik niet alles neerzetten. Dit is wel echt voor de zomer. Dus die doe ik terug. Hetzelfde geldt voor deze schelp. My bad.
Ik denk dat ik de plant iets te groot vind voor hier. Hij is namelijk echt heel erg gegroeid. Ik had hem altijd hier. En nu heb ik hem op een andere plek staan. In het huis. Maar ja, hij is echt eigenlijk veel te groot voor deze plek. Wel echt mooi. Hele mooie plant. Komt alweer een nieuwe aan. Even kijken hoe ik het nu ga doen. Deze kan hier op zich wel. Hij is wel echt helemaal scheef aan het groeien. Ik heb hem hier al wel vastgezet, maar ja, het is niet meer te redden eigenlijk. Ik heb hem ook al andersom gehad, dus dat hij tegen de zonlicht in moet groeien, want het groeit natuurlijk naar de zon toe. Maar dat heeft ook niet geholpen. Dus misschien ook echt een grotere stok moet doen en dan, nou ja, dat lukt bijna niet meer. Maar op zich vind ik het niet heel erg. Ik denk dat ik dit wel leuk vind. Of ik heb hier ook altijd zo'n, die heb ik ook nog in het lang. Dus misschien dat ik die hiervoor zet. Met wat dingen op. Maar eigenlijk vind ik een plant wel even leuk. Nou, alles is weer schoon en ingericht. Ik zal even wat afters laten zien. Voor 2023, de big clean-up. Ik ben helemaal blij dat de planten ook weer staan en gewoon weer wat kaarsjes aan. Het is gelijk weer wat rustiger, vind ik. Dus dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Ik motiveer jou ook om lekker je kamer helemaal even 2023 proof te maken. Lekker schoonmaken, opruimen. Ik kan niet wachten, want ik krijg gewoon nieuwe posters binnen voor in mijn lijsten. Deze heb ik namelijk nu een jaar, maar ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Dus dat ga ik dan nog even switchen en wellicht dat ik hier en daar nog wat verander. Maar ik ben er helemaal blij mee. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Heel veel succes. En ik ben ook wel heel erg benieuwd wanneer jij jouw kerstdecoratie en alles weghaalt. In je huis of in je kamer. Dus laat het weten in de comments. Bedankt en tot een volgende video weer. Doei doei!